De lokale voedselzekerheid komt niet in gevaar door de gevolgen van de rattenplaag, zegt minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De situatie is niet zodanig dat mensen moeten vrezen dat er bijvoorbeeld niet genoeg rijst op de lokale markt zal zijn. Dat zei Seudin woensdag aan journalisten. Het is weer niet zo erg hoor. Kijk, ongeveer 40.000 tot 50.000 ton hebben we op jaarbasis nodig aan rijst. Voor onze lokale consumptie, om onze lokale behoeften te dekken. Als je daarvoor een 10.000, 12.000 hectare hebt ingezaaid, dan kun je daaraan voldoen. En dat voor het hele jaar. Hè. Afgelopen seizoen hadden we 18.000 hectare. En, dus alleen met één seizoen kunnen we onze lokale behoeften ruim dekken. Natuurlijk heb je ook export. Dus laten we van het andere seizoen de productie beschouwen voor de export. Maar dat er nu sprake kan zijn van een tekort aan voedsel of rijst. Dat is geen zin het geval. De minister merkt op dat bepaalde aanplantingen aanzienlijk zijn aangevreten door de ratten. Binnen enkele weken nadat de alarmbel werd geluid, zijn deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en van LVV naar het gebied geweest om het probleem op te lossen. De minister verduidelijkt wat er gebeurd is met de ondernemers die schade hebben geleden. Boeren die winsterreinen onder water waren gelopen. Dat heeft vanaf 2021. Daar was er een schadeopname gemaakt. En door LVV en door het ministerie van ROS. Welke is opgestuurd naar het ministerie van Financiën ter uitbetaling. Daarvoor zijn inderdaad vragen gesteld in DNA. En we hebben hun het lijst doen toekomen van boeren die ontvangen hebben. Met het verzoek erbij van als er boeren erbij zijn, volgens jullie informatie, die het nooit gehad hebben, laat ons weten. Dan kunnen wij dat nog een keer bekijken. Er wordt ook beweerd van boeren die dit terrein hebben gehad, laat me dat weten. Dan weet ik van wie ik moet opsluiten ten aanzien daarvan. Dus die zaken spelen, maar ik speel open kaart ermee. Mensen, als jullie gevallen hebben, meld ons. Seudin zegt dat de plaag nu gelukkig achter de rug is. Door middel van drones is gekeken naar de schade bij de aanplantingen. De gewassen zijn zich inmiddels aan het herstellen.